De natuurspeeltuin Leiderdorp is vanaf dit seizoen rookvrij. Om dat kracht bij te zetten, heeft wethouder Angelique Beekhuizen het bord rookvrij onthuld. De stichting vraagt iedereen die in de speeltuin komt het terrein voortaan rookvrij te houden en zo het goede voorbeeld te geven. Omdat we zo'n populaire speelplek zijn op dit moment, en het wordt steeds drukker hier, is het toch wel belangrijk dat wij ook laten zien dat hier een plek is waar niet gerookt gaat worden. Wethouder Angelique Beekhuizen is een ware strijd tegen rokers begonnen in Leiderdorp. Nou, eigenlijk hebben we het streven om alle plekken waar kinderen komen, om die rookvrij te maken. En daar is zeg maar, RCL als eerste mee begonnen. Was ook eigenlijk de inspiratie voor ons om dat verder uit te rollen. Toen is ons ook gevraagd vanuit de GGD en vanuit Sportfonds, zou je ons willen helpen om de hele Bloemert rookvrij te krijgen. Nou, daar heb ik volmondig ja op gezegd. En toen zijn we eigenlijk aangehaakt bij de rookvrije generatie om alle plekken waar kinderen komen rookvrij te maken. Dus binnenkort is bijvoorbeeld scouting, die gaat ook rookvrij. Daar ga ik dan ook heen. Maar ook alle schoolpleinen, de kinderopvang doen allemaal mee. Bijvoorbeeld ook ASAPOS, dat is een studentenvereniging waar eigenlijk je niet zou verwachten, nou, daar komen kinderen. Maar die wilden ook heel graag meedoen. Dus ook daar gaan we naartoe. En als er dan toch iemand rookt? Ik denk dat ik misschien die persoon wel zal aanspreken en wijzen op het bord wat wij daar hebben hangen. En dan moet degene zelf de verantwoordelijkheid nemen om zijn sigaret uit te maken of weg te gaan.